ben het gedeeltelijk eens met deze stelling. Het is steeds in een aantal gevallen, veel gevallen onbetaalbaar, omdat het ook moeilijk gemaakt wordt. We zijn keer op keer individuele oplossingen aan het zoeken voor problemen die in feite bij heel veel mensen voorkomen. We zouden moeten naar standaard oplossingen gaan. Als we per project heel lokaal moeten gaan zoeken waar is er een oplossing, dan wordt het voor iedere individuele oplossing zeer duur. En de grond wordt duurder bij gebrek aan grond, maar ook de panden worden duurder, dus het is een en-en verhaal. De laatste en komt verder, komt uit de financiering, waarbij dat wij typisch in België op 20 à 25 jaar de volledige financiering van grond kopen, eigendom bouwen of verbouwen of renoveren. Dat maakt het mogelijk allemaal onbetaalbaar in heel veel gevallen.